Morgen vannacht te slapen in de kabinet. En ja, het is nu 8:45. Proberen zo lang mogelijk te slapen. Want straks om 23 uur is de start van Trail du Saint-Jacques bij UTMB. Tijdens het ontbijt neem ik nog even de tijd om het parcours door te nemen en vooral te kijken waar we onze dropbacks zullen krijgen. Doordat het zo'n danig lang parcours is, is het niet mogelijk om alle heuvels van buiten te kennen uit het hoofd en daarom neem ik ook altijd een kleine versie van het parcours mee in mijn rugzak. In de zaal waar we ons biepnummer dienden af te halen, stond het parcours ook nog eens rood uitgebeeld, met daarop alle wedstrijden die dit weekend zouden plaatsvinden in Puy-en-Velay. Ja, tactiek van de wedstrijd. Dat is niet altijd gemakkelijk. He. De start is om 23 uur en de zon komt op rond 5:30. Dus dat wil zeggen dat we ongeveer 6:30, 7 uur eigenlijk in het donker lopen. En 's nachts is het koeler. Overdag kan het hier, zoals vandaag, 30, 31 graden zijn. Dus is natuurlijk, ja, wat doe je? Ga je van in het begin iets sneller, dat je meer terrein kan door overwinnen in de koelte? Of kies je ervoor om toch langzaam te starten en te zien waar je uitkomt op het moment dat het wat warmer is? Dus ja, dat is altijd een dubbel. Zeker bij lange afstand is dat meestal de valkuil van te veel twijfel in het begin, te snel te starten en eigenlijk op het einde niks meer over te gaan, waardoor je niet kunt uitlopen. Maar goed, ja, bon. Het gaat er ook vanaf aan hoe dat we ons voelen en dan zien we wel waar we uitkomen. Ik kan nog altijd mijn tactiek aanpassen gedurende de wedstrijd. Maar in principe is dat mijn doel. Of zou ik wel proberen van in het begin wat sneller te gaan, ja, meer kilometers goed te maken in de nacht, in het donker, terwijl dat koel is. En dan overdag wat langzamer, zeker naar het einde toe, in de hitte lopen. Maar bon, we zien wel. Ik ben momenteel naar een bus aan het wandelen voor de pasta party. Ik heb dus beslist om toch naar de pasta party te gaan. Anders zit ik er toch maar aan de auto om de uren af te tellen en nu heb ik toch iets te doen. Dus dat is eigenlijk het idee erachter. En iedere keer ook ik vertraag, ik heb te voelen aan oorlog wel gepakt, gezakt. Hey. Met van alles en nog wat. En ben ik benieuwd tot dat gaat geven straks. Op weg naar de startlijn van de Trail du Saint-Jacques. Ik ben hier niet alleen, kijk. Er staat hier redelijk wat volk, dus we gaan proberen. Niet te veel van voren, niet te veel van achteren te starten. Ik heb het gemak beginnen en we zien wel hoe dat moet. Papa! Oh bon, goed. We zien wel, kijk. Het enthousiasme is er. Allez, hola! Yes, 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 vous êtes prêts! Vous êtes chaud! Secondes. Et ça sera à vous, amis trailers, de cet ultra 126 km. Faites-vous plaisir. 5 secondes.
50k. Oh.